gaan hier de rondleiding beginnen met een klein historisch overzicht. Je weet, de kerk is op 6 juli 1999 verklaard als monument door de regering. Martens heeft dat ondertekend. Het ministerieel besluit heeft onze kerk gewaardeerd voor haar historische waarde, maar ook voor haar artistieke waarde. De titel van het boekje, wat staat daarop? De kerk in het midden houden. Hè? En je gaat dat weten waarschijnlijk, hè? Nieuwe heren, nieuwe wetten. Hè? En dat is ook zo met een kerk. Komen er nieuwe pastoors, dan verandert het. En daarom wil ik hier beginnen. Hè? Dit lokaal is al heel vaak veranderd geweest. Hè? Pat Luk heeft er nu een winterkapel van gemaakt. Hè? Daarvoor was het dus een rouwkapel bij meneer Notteteers. En bij meneer Bervoets was het een doopkapel. Dus dat is nog wat we weten, wat we meegemaakt hebben. Dus het verandert voortdurend. Hoor. En dat is nu maar één punt dat ik zo zeg, deze kapel. Maar zo zijn er heel veel zaken veranderd door de mensen. Hè. Meneer Bervoets die kwam hier, organist, hè. Was in 56 gekomen. En in 63 al veranderde hij heel het orgel. Hij liet er 300 en zoveel pijpen bijbouwen voor een romantische klank en zo. Dus elke pastoor heeft wel zijn stempel gedrukt. Hè. Meneer Bervoets... Je kunt er niet voorbij. Hè? Dus die liet al de beelden weghalen met het Tweede Vaticaans Concilie. Hij liet alles plaatsen in de kapel van de Wampenberg. Hij liet zelfs de beelden wit schilderen. Hè? Mooi gepolychromeerde beelden liet hij helemaal wit schilderen. Ze verdwenen uit zijn kerk. Notteteers, Willy Notteteers, bracht ze dan weer terug. En heeft ze ook helemaal laten restaureren. Hè? Heel mooi. Dat was wel heel interessant dat hij dat gedaan heeft, want die horen eigenlijk in een kerk. Hè. Zeker de Calvariberg, heel mooi. Maar niet iedereen is daar tevreden mee. Er zijn parochianen die dat niet mooi vinden. Want dat grote kruis, dat staat nu net voor dat grote sierglasraam met de drie eenheid. Hè. Dat kunnen we nu minder goed zien. En dat was een schenking van de kerkfabriek. Hè. Dat grote glasraam met onze God de Vader, met de Zoon en de Heilige Geest. De plek waar we nu staan, het centrum van Arendonk eigenlijk, onze Lieve Vrouwenkerk, dat is dus, laten we zeggen, bijna al 1000 jaar de plaats geweest van eredienst. En die titel daar, de kerk in het midden houden, wij hopen dat dat nog lang kan meegaan. Hè? Dat we dus in het centrum van een parochie mogen bewaard blijven als eredienst. Heel veel kerken verdwijnen, krijgen een andere bestemming. Het is een gotische kerk, niet alleen omwille van haar ramen, die puntbogen, maar ook omwille van haar hoogte zo, en haar lengte. Dus, dat is typisch aan de gotische kerken, dat ze dus zich willen oprichten en zo hoog mogelijk willen kijken. En heel veel licht natuurlijk, hè. Heel veel licht. Het licht komt van boven naar binnen. En dat heeft onze kerk ook. Heel veel ramen, heel veel licht. Onze Lieve Kerk is een monumentale neogotische kerk met 3 beuken. Een middenbeuk van 54 meter lang, ook het schip is 54 meter lang, 8 meter breed en 15 meter hoog. Voor de fundering en zo, voor de basis, heeft men in de hokken, hokken wijst ook naar bergen. Die kant van Arendonk, dat is het hoogste gebied, hè. De Wampenberg en dan de Kruisberg en zo. Daar hebben ze een berg afgegraven, want de hokken, daar heb je geen berg meer, dat is plat. Hè. Daar lag vroeger een berg en dat zit hieronder. Dat is helemaal uitgegraven en opgevuld met tatzand van de hokken. 8 juli 1901, eerste steenlegging. En wanneer werd het kruis erop gezet? 20 januari 1903. Dat wil dus zeggen op 1 jaar en 7 maanden. Maar er was een winterperiode bij en dan konden ze niet werken. En ze lagen bijna 2 maanden stil. Dus op 1 jaar en 5 maanden... stond dat gebouw daar. Ze hadden enorm veel metsers. Ingewijd. 5 oktober 1904 ingewijd door kardinaal Goossens. Dat is 20 maanden. 20 maanden voor de inrichting. Voor de vloerlegger en zo. Dus dat is enorm vlug vooruit gegaan. Maar ze hadden daar heel veel personeel. 35 metsers, bijna evenveel dienders. Zeg nog iets, wat je van staat te kijken, dat is zo'n groot gebouw. Dat waren geen stellingen zoals nu, hè. Dat waren mastenbomen, die werden geschort. En nog iets wat ik stond aan te kijken als ik dat las. Die stenen die hier gebruikt zijn, die kwamen van Beersen, want daar waren steenbakkerijen. De rode steen van Beersen, die kwam langs het kanaal. Hè? Dat werd manueel met de hand allemaal ingeladen.
uitgeladen op de kar, naar hier gebracht. Wat een inspanningen allemaal, hè. Wat een werk, hè. Ongelooflijk. Dat zijn mensen die mij verteld hebben dat ze daar hebben weten opgestapeld liggen aan de vaart dus, hè. Dat werd hard gewerkt, hè, door verschillende groepen van mensen.